gewoon echt super chill mijn plekje heb gevonden. Geen stress, lekker chill. Wij vroegen 100 mensen, hoe zie jij jezelf over 10 jaar? Oh, Over 1 jaar weet ik nog niet en 10 jaar is al 10 keer zover. Ik weet zeg maar nog niet eens wat ik morgen ga eten, dat is een beetje het ding. Als het goed is ben ik dan meester. Voor de klas sta ik dan en dan of als intern begeleider op een basisschool of allebei. Werkend als verpleegkundige. Een soort van zaakman denk ik. IJsboer of dierenarts. Dan wil ik toch wel iets met een opleiding met dieren en dan helpen. Wil ik een unie gaan doen? Dat wil ik eigenlijk niet. Ik hoop dat ik dan aan het werk ben in een ergotherapiepraktijk. En dan werk ik bij de, of bij de Efteling in het musicalteam of bij Disneyland Parijs. Ergens iets in de filmwereld, hetzij actrice. Hopelijk een succesvolle filmmaker. Nou, dan ben ik er niet meer. Alles zal wel trager gaan. Maar we zijn nog steeds erg actief. Lekker fit. Ik hoop heel sportief. Nog heel actief. Dat ik net zo gezond mag blijven. Dan hoop ik nog gezond te zijn. Ik hoop nog heel erg gezond. Ik hoop al mijn dierbaren nog bij me te hebben. Nou, daar durf ik geen voorspelling over te doen. Dan ben ik al 83, dan hoop ik dat het geen rollator wordt. Dan hoop ik toch nog er heel goed uit te zien. Daar doe ik ook alle moeite voor. Nou, ik hoop wat slanker als nu. Eigenlijk nog net zoals ik nu ben. Ja, eigenlijk net als nu. Precies zoals ik nu ben. Nog steeds hetzelfde. Ik hoop nog vertellen door het nu. En gewoon net zo gelukkig als dat nu ben. Hetzelfde, denk ik. Eigenlijk weinig verandering. De enige grote verandering is dat de kinderen uit huis zijn. Kinderen zijn het huis uit. Jee. Kinderen het huis uit. Misschien, nou ja, ik hoop eigenlijk wel dat ik uit huis ben als ik 28 ben. Samen met André, met Nienke. Misschien ben ik dan wel een oma. Misschien ben ik wel oma. Meisje, vrouwtje. Kinderen hopelijk. Ik woon samen, heb misschien al een kindje of ben zwanger, hoop ik. Dan hoop ik getrouwd te zijn en samen met een huisje worden, misschien zelfs een kindje. Trotse vader, gewoon volledig voor mijn kinderen. Dan ben ik 28, bijna bejaard. Oh, dan ben ik al heel oud. Ben ik 28, bijna 30. Dan woon ik in Oostenrijk, in mijn eigen hotel. Laat ik zeggen 9 maanden hier en 3 maanden in het buitenland. Ik denk dat ik ook niet meer in Nederland ben. Ik weet niet of ik dan nog in Nederland ben. Ja, ergens in een warm land. Hopen we veel te kunnen reizen. Hopelijk heb ik dan veel gereisd. Woon ik ergens in Nederland. Ik hoop nog in de Randstad. Of ik moet opeens een soort idee hebben gehad van, oh, ik ga naar Groningen. Op een bank in mijn eigen huis. Nieuw huis. Niet bang was voor de mening van anderen en gewoon gedaan heeft wat hij zou voldoen. Succesvol. Waarin succesvol? In het leven. Nog steeds aan het basketballen. Dat ik wat beter ben geworden met tafeltennis. Wereldkampioen tafeltennis. Olympisch kampioen. Alles, ja. Hopelijk vond jij dit een leuke video. Like even hieronder en abonneer en druk even dat belletje aan, zodat je precies weet wanneer wij een video uploaden. En dan zien we jou bij de volgende video.